even wil bellen. Nee, hè. Die man die weet van geen ophouden. Dat gaat natuurlijk weer over golven. Nou, doe nog niet net of je het niet leuk vindt om te golven. Ik vind het hartstikke leuk om te golven, maar ik vind het niet leuk om met Ewald te golven. En ook constant over vrouwen te houden hoeren. En sinds wanneer vind jij het niet meer leuk om over vrouwen te... Mis je Martine zo erg? Ja, ontzettend. Heb je spijt? Ja, spijt. Maar misschien heb ik het allemaal iets te veel op de spits gedreven. Het was toch geen impulsieve beslissing? Ja, maar misschien wel gebaseerd op een belachelijke reden. Weet je, wat maakt het er nou uit of ze Ludo wel of niet mag? Daar gaat het toch helemaal niet om? Weet je wel zeker dat zij net zo serieus is met jou? Ja, ik weet natuurlijk niet wat er in haar omgaat, maar... als ik van iemand hield, zou ik er alles voor over hebben om te zorgen dat het weer goed komt. Martine. Karel, kan ik je even spreken? Graag, ik wilde jou ook net even spreken. In je kantoor? Mag het even hier? Ik heb nogal een lang verhaal. Van mij is heel kort. Wat doe je nou? Biesje? Dat wil ik niet, ik kan het niet. Wat kan je niet? Kun je niet aanhoren hoe een man zijn excuses maakt? Dit is belachelijk. Nee, het is belachelijk dat ik je heb laten gaan. Waarom nu? Nou, ik heb iemand nodig om met me mee naar het bal te gaan. Een mooie vrouw. Waar ik van hou. Jij. Ja, sorry, het is een bijzonder onhandige manier om te vragen me te vergeven. Maar ik weet niet of ik dat nog een keer kan. Dus zeg alsjeblieft ja. Martine, zeg alsjeblieft iets. Waarom doe je dit nou? Is het zo erg? Ja. Ik weet dat je van me houdt. Verschrikkelijk. Ja, ik weet ook dat je van mij houdt. Je had dit toch beter op je kantoor kunnen vertellen. Ja. Ja, maar ik wist dus niet of je ja zou zeggen. Dus. Wat wil je mij vertellen? Ik was even sprakeloos. Ludo... Verpest het nou niet. Denk jij wat ik denk? Room service. Je hebt hem niks verteld, hè? Ik wist het wel. Fijn. Zou je me dan niet met rust willen laten? Zodat je lekker door kan gaan met het inpalmen van mijn vader? We zijn weer bij elkaar, ja. Voor zolang als het duurt. Daar zou ik me maar geen zorgen over maken. Ik maak me nergens meer zorgen over. Ik weet nu tenminste zeker dat je hem niks vertelt. En sterker nog, hij komt er zelf wel achter wie jij bent. Ik zou me niet te vroeg juichen. Ludo is nog altijd de opvolger van je vader. Ja, het ziet er stralend uit. Ja, ik heb lekker lang in de sauna gezeten. Moet vandoor. Zeg, wil je nog weten wat ik besteld heb? Of laat je je verrassen? Wat dacht je?